tijd te starten. Iedereen is welkom. Januari en februari hebben mijn collega Gietem en ik in buurt 9 in de Geuzenveld onderzoek gedaan naar de fijne plekken en naar de minder fijne plekken. En hebben we gezocht naar wat de buurtbewoners missen in de buurt. Belangrijk was ook dat mensen misten dat er een echte binnenontmoetingsplek was. Zoals een buurthuis, een koffieplekje hier in de buurt. Iets simpels waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Op die plek gaan ze één van die drie bomhuisjes zetten. En de bewoners mogen zelf kiezen wat er daarop komt. Dus die blijft gewoon. Nee, alleen het kleine huisje veranderen, toch? Klopt. Persoonlijk als gebiedsmakelaar vind ik het belangrijk dat je participatie doet op de plek waar het om gaat. Dat je beslissingen zoveel mogelijk legt bij de mensen die er dagelijks mee te maken krijgen. Dus zo'n speelplek, dat je dat mede laat bepalen door de kinderen die daar spelen. Dus daarom zitten we nu niet in een zaaltje ergens een paar kilometer verderop. Dan zijn we op de plek zelf met kinderactiviteiten en de ontwerpen gewoon groot geprint. Om het zo simpel mogelijk te maken en om het samen te doen. Kri! 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 Dankjewel.